Ze willen een samenwerking tot stand brengen tussen CAA en SAP. Dat is het plan van de wethouder. Wat vindt u daarvan? Nou, laat ik eerlijk zijn, die samenwerking is er gelukkig al jaren. Dus ze werken al samen. En in hoe optimaal die is, dat moeten ze zelf beoordelen. Maar er is een goede samenwerking, denk ik. Ze willen alleen de boel gaan fuseren. Nou, en het blijkt dat daar geen draagvlak voor is. En ook hier politiek gezien geloof ik niet dat ze daar de voordelen van inzien. Dus ik denk dat er twee aparte organisaties gaan blijven. Dat is mijn verwachting. We kunnen eigenlijk na vanavond de conclusie trekken dat die fusie niet gaat gebeuren. Ik ben geen politicus, maar als ik het moet inschatten, acht ik die fusiekansen niet al te groot, nee. Als het vooral de ene relatie is met die partij om de subsidies bij elkaar te gooien en daar één relatie van te maken, dan vind ik de winst mager, want die is niet op inhoud gedreven. Dus ik zou die gesprekken wel willen aangaan, maar niet zo. De heer Pauls heeft het over trouwen, over een huwelijk. Maar dat zal dan wellicht een huwelijk worden op huwelijkse voorwaarden. Waarbij het bedrag wat CAA krijgt separaat staat en derhalve een fusie niet direct meerwaarde heeft. Dat wordt nog een lastig gesprek dan binnen die ene partij als die zou ontstaan. Daar ben ik niet zo'n groot voorstander van. Dat gaan we niet doen. Ik heb eigenlijk aangegeven dat ik van mening ben dat de winkeliersverenigingen en de Almelo-promotie op een goede manier moeten gaan samenwerken. En niet alleen moeten kijken naar de binnenstad, maar over de hele detailhandel van Almelo heen moeten kijken. En dat er ook een goede samenwerking en afstemming komt van wat gaan we op de woonboulevard doen, wat gaan we in de binnenstad doen, wat voor winkels zijn op de woonboulevard nodig. En dat we een gemeenschappelijke visie ontplooien en ook een uitstraling naar buiten toe hebben vanuit Almelo-promotie om onze stad in totaliteit te promoten. Wat is eigenlijk de verbinding tussen de binnenstad en de woonboulevard? Ja, die zouden we graag wat meer willen neerleggen. Ook in de mooie plannen die wij op dit moment hebben liggen. Samenwerking zou vanuit onze kant kunnen liggen in de zin van peddelbussen. Een stukje kruisbestuiving vanuit lege panden. Dat je elkaar gewoon de panden etaleert. Een heel mooi voorbeeld wat meneer Blauw aangaf. Hè? Een overkoppelend iets vanuit een winkeliersvereniging BV Almelo waar wij dan ook onder hangen. Dat je gewoon stakeholders bij elkaar brengt. Nou goed, dan heb je al een aantal hele mooie punten te pakken. Denkt u dat daar draagvlak is om die dingen allemaal te realiseren? Nou, wat ons betreft wel. Tegenwoordig moet je het samen doen. Hè. Je moet het gezamenlijk doen, alleen lukt het niet. En ik denk zeker als je Almeloer bent en ondernemer Almeloer bent, dat je voor de stad Almelo gaat. En dan moeten we dat kunnen organiseren met elkaar. Mits je de juiste mensen gewoon ook aan die wagen laat trekken.